Vandaag Secreto Iberico Cordon Bleu Style. Jawel! Haha! En dat doe ik op de Masterbuilt Gravity 800. Ik ben Ralf de Kok, professioneel barbecuer. En elke week maak ik een fantastisch gerecht. Van super eenvoudig tot mega culinair. Het is er weer tijd voor. Voor de mensen die dit kanaal net ontdekt hebben. Dit is mijn Masterbuilt Gravity 800. Gravity, de naam Gravity staat voor zwaartekracht. Dat wil namelijk zeggen, hier zit houtskool in. Ik ga een beetje bijvullen, want het zit nog tot zover vol. En puur door het gewicht, door de zwaartekracht, zakt het naar beneden. Onder ga ik hem daar aansteken. Er zit ook een ventilatortje, die jaagt hem steeds aan. Want het is namelijk thermostaat gestuurd. Dus ik zet hem dadelijk op een bepaalde temperatuur. Als hij te ver eronder gaat, dan gaat hij weer aanjagen, wordt hij weer heet. Tot een bepaalde temperatuur. Dus hij schommelt wel een klein beetje. Maar uiteindelijk doet houtskool doet het werk. Hè? En ook dus qua smaak. Is goed, dus zitten er nog een paar flinke blokken in. Hoppa. Volgens mij heb ik hem. Hier zie je een asbakje trouwens, hier zo. En daar doe ik eventjes wat rookhoutjes in alvast. Ik heb namelijk wat mooi rookhout. Dit zijn whiskyvatenblokken. Maar dan van whiskyvaten die meer dan 60 jaar oud zijn. Nou, dat doe ik in de asbak. Wat gaat er nou gebeuren zo meteen? Die kolen die gaan fikken. Die gloeiende as, als het ware, die komt op dat blokje hout. Dat gaat mooi een hele mooie rook geven. Werkt perfect. De rook die je nu ziet, dit is gewoon het chimney effect, hè. Wat je krijgt als je een houtskool of firestarter aansteekt. Over 3 minuutjes dan zet ik het apparaat aan en dan gaat die aanjager aan, die ventilator. En dan gaat het super snel. Schuif 1 gaat eruit. En schuif 2 gaat eruit. Ik sluit het deksel van de asbak en van de bovenkant, zodat de sensoren voelen. Deksel dicht is en dan kan ik namelijk mijn temperatuur gaan instellen. Ik wil hem hebben op 200 graden. Dus we hebben nou nog maar een heel klein beetje gloed van die aanmaakblokjes. Hè. Die hebben dus een heel klein beetje aan de onderkant van het houtskool eventjes wat gloed veroorzaakt. En nu gaat hij blazen. Zodat hij heel snel op temperatuur komt. 30 graden. Nou, end counting. Secreto Iberico. Ik heb natuurlijk al een keer een heel verhaal verteld over Secreto. Dus waar dat vandaan komt. Hè. Een stukje van de schouder. Nou is dat niet alleen bij het Iberico rund zo hoor, maar de mensen in Spanje die nemen die moeite om dat lapje eigenlijk van de schouder apart bij het uitbeen eruit te halen. Dat is het. Want het vlees is zo mooi dooraderd, zo fantastisch vol van smaak door de voeding die de beesten hebben gehad, maar ook door het ras, het Iberico ras. Een van de mooiste varkensrassen ever. En dat benen ze daar zo uit. Daar ligt dat gewoon in elke supermarkt. Hè. Tenminste, een goede supermarkt in Spanje ligt dat daar gewoon. Hier moet je het echt speciaal bestellen. En ik zal beneden hier in de link hieronder, in de omschrijving, zal ik een linkje zetten van de goede pagina voor de website. En anders kijk je even op mijn website, hè, ralsbarbecuetube.nl, waar ik dit mooie spul vandaan heb. Tada, tada, tada. Secreto Iberico. Ja, ik zei het al, zo'n mooi stukje vlees. Hier ga ik niet te veel mee klooien. Die rook die er overheen gaat zo meteen, van het ene blokje, is heel subtiel. Hier gaat peper en zout op. En ik ga natuurlijk mijn eigen rub gebruiken. Ik heb een eigen kruidenlijn. De goede dingen all purpose. Zitten namelijk venkelzaadjes bij in. Eventjes over deze kruiden, hè. Niet zoals andere rubs, die er heel vaak overheen knallen. Fantastisch lekker, maar vaak voor maar een paar dingetjes geschikt. Dit moet je een klein beetje zien als startpunt. Dus nu ga ik er een klein beetje aan toevoegen. Een beetje paprikapoeder komt er zo meteen bij en een beetje lichtbruine suiker. En dan hebben we een hele mooie rub voor dit stukje vlees. Subtiliteit en nog steeds culinair. Let maar op. Je kunt ze bestellen. Hieronder zal ik de link zetten. En ik weet dat de meeste vrienden hebben allemaal al zo'n zakje besteld. Over vrienden gesproken. Super bedankt weer hè, voor het steunen. Jullie weten wie je bent. Hè? Super bedankt. Laat ik maar meteen even dat rubje gaan maken. Kijk, lichtbruine suiker, paprikapoeder, een beetje fleur de sel.
Klein beetje van de rub. Zo, dit is een, het zal zijn, half eetlepeltje, of een theelepeltje misschien. Theelepeltje, denk ik. Daar gaat bij een eetlepel bruine suiker. Theelepeltje paprikapoeder. Een snufje zout. En een draadje vers gemalen zwarte peper. Mooi eenvoudig rubje, dat doen we even door elkaar. Dan gaat er een druppeltje olijfolie, dit is trouwens Spaanse olijfolie, over mijn vlees. Dat fungeert een beetje als lijm voor mijn rubje. Zo, hij staat heet, heet genoeg om hem even lekker aan te grillen. Ik heb de roosters van mijn masterbuild heb ik eventjes aan de op kop gelegd. Dat wil zeggen de seerstand, dat staat ook op het rooster geschreven, staat dan sear. Zodat je dus gebruik maakt van de brede kant van het gietijzeren rooster. Daar gaat hij. Op de kant van de rub. Anderhalf à twee minuutjes. Snel even het deksel sluiten, zodat hij mooi op temperatuur blijft. Zodra je namelijk het deksel opent, er zit ook weer zo'n voelertje, dan stopt hij met blazen. Want anders dan krijg je al die warme lucht recht in je muil. 199 zoals je ziet. Perfect. Anderhalf minuut ongeveer aan één kant. Dan haal ik hem eraf. Dan is hij aan één kant dus mooi gekarameliseerd en warm. Dit is maar een heel dun stukje vlees, hè? Dus het hoeft maar heel kort. Zo, ik verplaats hem heel eventjes kruislinks. Zo. Op deze manier heb ik namelijk zoveel mogelijk contacthitte van dat rooster. En je zult zien dat nu, als ik hem omdraai, als ik hem nu afhaal, dat hij heel mooi goudbruin gekarameliseerd is. Dat ziet er kikken uit, maar dat is zoveel smaak. Dat is dit vet wat hierop zit, waanzinnig. Dit is het, hè? Anderhalve minuut. Heb je nou gezien? Goudbruin, sappigheden, smaak. Die smaak van die venkel en al die kruiden, die komt er heel mooi in nu. En nu moeten we een beetje snel werken. Ik vertel al cordon bleu style. Dat wil zeggen, ham en kaas gaat daarbij. En we willen nou natuurlijk dat die kaas mooi een beetje smelten kan. Dat is het idee. Kijk, dus we hebben die karamelisatie nou aan die binnenkant gezet. We hadden gewoon lekker indirect kunnen gaan en de dingen aan het spit kunnen doen. Maar die karamelisatie, dat smelten van dat vet is zo waanzinnig. Dus daar wou ik gewoon mee beginnen. Heel belangrijk. Je ziet dat de kaas al meteen gaat smelten. Ik heb hier mooie gegrilde ham. Zorg ook dat je een mooie ham koopt. Hè? Mooie kaas en mooie ham. Want je hebt al zo'n prachtig mooi stukje vlees. Dan wil je nou niet met zo'n cheap ass, goedkoop, smerig stukje ham. Wil je dat bederven? Hè? Dat wil je niet, hè? Gaat het hele goedje weer terug naar de grill. De andere kant snel eventjes aantikken. Maar let op, nog korter dan net. We praten 20, 25 tellen. 25 tellen. In die 25 tellen hebben wij weer mooi eventjes een klein beetje hitte erop gezet. Een beetje karamel. En nu gaan we hem oprollen. Ik kan me voorstellen, je ziet mij allerlei dingen altijd hieronder vandaan toveren. En hier zit een mega grote lade met allemaal spulletjes. Prachtig mooie buitenkeuken van Rough Cooking. De man maakt hele mooie spullen. Gaan we eens een keer kijken op zijn website. Zo. Pakken we er een slagerstouw bij. Naar het midden. Ik sla het touwtje één keer om en nog een keer om. Op deze manier heb ik geen extra duim nodig. En eraf. Ah! En nu ruik ik ook een beetje dat eikenhout, hè? Dat whiskyblokje weten we nog. Ja, ja. Dan gaan we hem elke 30 tellen gaan we gewoon een slag draaien.
Dus let op, ik moet eventjes het deksel sluiten om hem op temperatuur te houden. Maar we blijven er gewoon bij, hè. Ondertussen pak ik een schoon plateautje. Hoppa. Dekseltje weer dicht. Ze noemen Iberico, het varkensvlees, het varkensras Iberico, noemen ze wel eens de Wagyu onder het varken. Nou ja, dat klopt ook wel een beetje, want het is knetterlekker, supermals. Waanzinnig mooi. En dat vetje, daar zit zo belachelijk veel smaak aan. Komt met name door de voeding. Die beesten die vreten eikels, jongen, niet normaal. Ik heb er eens een keer een video van gemaakt. De Secreto Iberico, nog wat. Heerlijke aardappelsalade bij gemaakt, overigens. Als je die video nog nooit gezien hebt, is van 2 jaar oud. Ik zal hem in de kaart zetten. Kun jij hem ook eens een keer nakijken. Daarin vertel ik eigenlijk het hele verhaal over wat die varkens eten. Hoeveel eikels die moeten vreten om die smaak en dat gewicht te kunnen krijgen. Superleuk verhaal. Nooit gezien? Checken. Hoppa, en dan gaat hij weer. Kijk, hij begint nou mooi te karamelliseren aan alle kanten. En nu gaat er nog wat van die rub bovenop. Elke keer als je omgedraaid hebt, een beetje rub eroverheen. Dit smelt nou mooi mee met dat vet. Dit is dus een heel makkelijk, simpel gerechtje. Maar jongen, jongen, jongen. Als je een mooi stukje vlees hebt, zoals dit, dan heb je gewoon niet meer nodig. Je kunt hier een lekker koude schotel bij eten bijvoorbeeld. Super lekker. Lekker aardappelsalade is gaaf. Wat je wil, hè. Dus ik geef hem steeds 30 seconden. Ik draai hem een stuk of 5, 6 keer. Dus bij elkaar zal hij toch zo'n 3,5 minuut. Ongeveer 3,5, 4 minuutjes gehad hebben. Eventjes die karamelisatie op dat rooster krijgen. En die lichte rookaroma eventjes op te pikken. Kijk, je ziet hier, ik weet niet of je dat kan zien op de camera, maar je ziet hier wat rook een beetje tussenkomen. Hier dwarrelt wat rook omhoog. Dit is dat eikenhoutblokje, wat nou een smeulen is. Ik hoef hem nog 1 keer te draaien en is hij helemaal rond geweest. Is mijn rubje ook mooi op. En dan laat ik hem nog heel eventjes kort doorgaren op het roostertje hierboven. Hierbovenin, dan maakt hij dus veel minder contacthitte van het hete gietijzeren rooster. En je ziet mooie vlammen ontstaan hier beneden. Dat is dus het mooie, ondanks dat het een indirect systeem is. Door het vet wat op het metaal druipt, krijg je toch nog vlammen. Dus ook smaak. Nou, hij heeft wat mij betreft genoeg hitte gehad aan alle kanten. Dus nog heel eventjes op de hoogste stand. Hierboven, ver van het vuur. Als die kern 58 graden heeft nu, is hij helemaal te gek. Hij gaat nog iets door. Dus uiteindelijk eet je met ongeveer 60. Dat is prachtig mooi voor dit stukje vlees. Kan heel goed. Moet natuurlijk ook zorgen dat de kaas mooi zacht is. Hè? Dus dat is wel belangrijk. Alles mooi gesmolten aan de binnenkant. En dan ga ik ondertussen een bordje erbij pakken. Een mooi blauw bordje. Mooi klein. Ik meet even met de thermapen wat de kern is. Buitenkant is goed. Zie je dat? De buitenkant is 56,8. Als de binnenkant van de buitenste rand van het vlees 58 graden is, dan is hij in principe klaar. Want hij gaat nog eventjes door naar 60, maar de binnenkant, zeg maar, het vlees wat hier aan de binnenkant zit, zal dan ongeveer 55, 56 graden hebben op het moment dat je hem aansnijdt. En dat is het minimale cuisson wat dit vlees mag hebben. Dat is zo mooi. Als jij daar een beetje bang voor bent, want je denkt toch varkensvlees, ik kan het me voorstellen, het is niet nodig, maar dat doet er gewoon wat verder. Dan haal je met, weet ik veel, voor mij wat met 62 eraf, gaat hij door naar 65. En dan is de binnenkant ook 60. En dat is echt, geloof me, prima. Mits je goed vlees hebt. Ik zet de barbecue wel uit ondertussen, gewoon echt helemaal uit. Klik, stroom eraf. Nou stopt hij met blazen, die ventilator. Hij houdt hem dus niet meer strak op die 200 graden. Die kolen die blijven echt nog wel eventjes heet. En om die nou te dempen of te doven, moeten die schuifjes er weer tussen. Dus nu dooft hij. Die hitte blijft er nou toch wel in zitten. Zolang ik deze deksels gewoon dicht hou, gaan de kolen gewoon uit. En dan kun je de volgende keer eigenlijk gewoon bijvullen. That's it. Zo, mooi op restwarmte even doorgegaard. 57,5.
Perfect. Zo. Ik heb gaatjes geprikt met de thermometer, hè? En er komt gewoon de kaas doorheen lopen, zie je dat? Haha, schitterend. Ja, dit is hem al, hè. Dit is hem eigenlijk al gehold. Dit is gewoon een Iberico rollade. Door de midden. Zie. Ik meet nu in het roze stukje. En dan zie je dat hij toch mooi naar 56 kruipt. Voordat alle brieven van jullie in de bus vallen. Oh jongens, kijk dan toch. Prachtig mooi vlees. Zo, en je snapt wel voor wie dit stukje is. Er gebeurt wat hoor. Nou, potverdomme, is dat lekker. Oh, oh, oh. Sappig vlees en die smaak. En nou bijt ik op zo'n zaadje, zo'n venkelzaadje. Hier is hij dan. En je hebt gezien hoe simpel dit is, hè? Fantastisch mooi. Secreto Iberico Cordon Bleu stijl. Make! Haha! Heb jij nou iets leuks gezien op dit kanaal? Ga dan even naar mijn website ralsbarbecuetube.nl. Ik zet het linkje wel hier beneden. Kun je er snel naartoe, net zo makkelijk. Dan lees je alle recepten terug van mijn video's. Je kunt alle video's terugkijken. Alle spullen waar ik mee werk op dit kanaal zijn daar te vinden. Dus zeker even de moeite waard. Je kunt vriend worden. Nou, en als je nou even op dit kanaal wil blijven hangen. Deze video van vorige week. Fantastisch. En deze. Van een heel poosje terug. Een van mijn favoriete video's. Check hem, hè. En abonneren, dat doe je hier. Door op die knop te drukken. En dan hoop ik jullie volgende week weer te zien op dit kanaal. Goeie dingen!